Goedemorgen, welkom bij een nieuw avontuur. Veldje vlak bij de boerderij. Kijken of er wat ligt. Zie je terug bij de eerste vondst. Wish me luck. Eerste vondst, hoefijzer. Nou, als dat geen geluk gaat brengen, weet ik het ook niet meer. Vlak bij de boerderij. Gewichtje. Normaal vind ik ze altijd van 50 gram. Deze is alweer een stukje zwaarder. Dus thuis even kijken of we nog een merkje kunnen vinden. Leeuwencentje. Ik denk 1884 of 94. Ziet er nog netjes uit. En weer een mooie dikke musketkogel. Genoeg in de grond hier. Een zegellootje met opschrift zuivere wol. Ik zie hem straks wat beter terug. Volgende vondst. Lode gewichtje. Ik denk klokgewichtje geweest. Die hier gehangen heeft. Leuke vondst. Eindelijk weer een muntje. Maar tamelijk versleten. Ik weet niet of we nog duidelijk kunnen krijgen wat het is. Op naar de volgende. Daar ligt hij. Helaas geen zilver. Ik denk dat ik hier wel blij mee ben. Mijn allereerste gulden. Wat waren dat toch mooie muntjes. 1973. Koningin Juliana. Topmunt. Nou, zo vind je nooit. Geldt het gulden tijdperk. 2 meter verder een dubbeltje. Hetzelfde jaartal, 73. Ja, het is niet te geloven. Weer eentje. Gulden. 1970. Nog 3-4 jaartjes ouder, dan zijn ze van zilver. Deze helaas ook niet. Maar nummertje 2. Top. Oké, ik had net even mijn hoefijzertje op mijn Facebookpagina, putsdikke metaaldetectie gepost, dat het geluk moest opleveren. Iemand attendeerde me erop dat het vrijdag de 13e was. Anyway, 2 guldens en ik dacht net van misschien zal zilver ook wel leuk zijn. Nou, daar is die. Hij glimt nog niet echt mooi, maar uit Duitsland, 1 Silber Groschen, 1867. 1 keer eerder gevonden, die was toen uit 47. Maar het is zilver. Ik ga kijken hoe mooi ik hem kan krijgen. En dan zie je hem straks terug. Super vondst. Top. Weer een 10 cent gulden tijd 1976. Kruisje. Even schoonmaken. Het lijkt inderdaad een kruisje, maar moderne letters onderop gedrukt. Ik moet nog even uitzoeken wat het is. Ik denk niet echt bijzonder. Nou, volgende. Ik
genereren. Dat ziet er wel wat ouder uit. Thuis even schoonmaken, uitzoeken. Heb je een idee? Laat even een berichtje achter in de comments. Komen we er samen achter wat het is. En een gespje erbij. Nou, heel mooi voorwerpje. Denk aan een oude teugelglijder of zoiets. Ziet er mooi uit, top. Nog eentje, 72. Nou, het zit erop voor vandaag. Muntjes in het bakkie. 3 guldens, nog niet eerder gevonden. Zilver, Duitse Silbergroschen. Een paar andere leuke voorwerpjes dus. Het was een goede jacht. Op naar de volgende. Bedankt voor het kijken. En check ook even de Facebookpagina. De link vind je in de comments onder de video. Tot de volgende keer.